dames en heren. We bevinden ons hier in het Groeningen Museum in Brugge. Maar vandaag gaat het niet alleen over oude kunst, maar over levende kunst. En naast me zie je al werken van Sanam Khatibi, dat is de kunstenares waar het over gaat. Ik ben Stefan Bellingen, ik ben zelf tentoonstellingsmaker, maar heb deze tentoonstelling niet gemaakt. Ik werk voor een kunstenplatform in Sint-Niklaas, dat heet WARP. En ik ga de hulp inroepen, een soort van culturele quiz bijna zou je kunnen zeggen, van twee specialisten. En daar ga ik nu naartoe en ze zullen ook zichzelf voorstellen. Goedenavond, Sibyl. Sibylla, moet ik zeggen. Klopt. En Simon. Sibylla, jij werkt hier in het Groeningen Museum, een heugelijke plek natuurlijk. En deze tentoonstelling die heet Mind the Artist. Kan je iets meer vertellen over zowel de tentoonstelling als over wat jij precies doet? Inderdaad, het project maakt deel uit van het grote project dat dit jaar eigenlijk opgestart is, Mind the Artist. Het is een project dat eigenlijk samenwerkt met allerhande hedendaagse kunstenaars uit verschillende disciplines. En wat doen zij? Zij mogen zelf kunstwerken selecteren die zij pas gemaakt hebben of die zij willen maken, in samenspraak, in dialoog met de collectie van de musea waarin zij tentoonstellen. In dit Groningen Museum wordt het dus het werk van Sanam Khatibi. Ze is zo bereid gevonden om haar kunstwerken voor een maand of vijf af te staan aan deze prachtige locatie. En we hebben samen met haar de scenografie, de opbouw, de selectie van de kunstwerken gedaan, die jullie hier dus nu rondom kunnen bewonderen. Ik ben Sibylla, ik werk sedert meer dan 20 jaar al voor de Musea Brugge, maar sedert 1 jaar nog maar bijna als curator oude kunst voor Musea Brugge. Fijn. Simon, jij bent vooral actief in de hedendaagse kunst en jij kent Sanam al veel langer. Maar stel jezelf misschien ook eventjes voor. Ik ben kunsthistoricus, curator, momenteel directeur van Kiosk en hedendaagse kunstruimte in Gent. En ik ken Sanam, denk ik, sinds 2014 en ben een fanproever van haar werk. Word altijd verrast door de nieuwe werken die uit haar studio komen. Fijnproever, dat is wel mooi gekozen. En dit is natuurlijk ook een werk, een nieuw werk wat ze heeft gerealiseerd. Lemon Drizzle, kan je dat wat duiden, Simon? De titels in de werken van Sanam zijn altijd een extra laag, een toevoeging, een topping. En voor mij, ik vergelijk graag het maken van kunst met het maken van een lekker maaltijd. En ik heb de indruk dat Sanam, die heel veel tijd spendeert in haar keuken, altijd zorgt voor een mix van ingrediënten die ons zullen verrassen. Ik denk dus hier het lemon-element, die ook de titel gegeven heeft aan de tentoonstelling. En is dat ook te vinden in het schilderij? De lemon? Vermoed men wel. Eigenlijk ook wel ergens naar de kleur, naar de scenografie, naar de opzet van de tentoonstelling. Als je goed rond je kijkt, je ziet dat geel, dat citroen, heel dat groene overal terugkeren op de verschillende werken. Vooral ook in de grote. Het eerste wat mij opviel, zeer uitgedokterd, hoe dus uiteindelijk de kleuren op elkaar afgestemd zijn. Ja, het is het idee van een gesamtkunstwerk. Je ziet het werk niet op zich alleen, je moet het volledig in de context van de tentoonstelling zien. De grote werken, de kleine werken, de werken in de vitrine. Ze hangen allemaal onlosmakelijk samen. Dat maakt het ook zo boeiend. Ja. Simon, wou jij nog iets vertellen over het werk? Want daar zitten zo enorme schaalsprongen in. Er zitten ook echt bijzondere details in het geheel. Ik voel me klein. Als ik naar het werk kijk, ik zie een gigantische nakte vrouw die aan het plassen is. Haar eigen territorium aan het afbakkenen, zou je kunnen zeggen. Moeten we het zien in een groter politiek kader van wat betekent het in de dag van vandaag om zijn eigen territorium af te bakkenen? In haar hand een tweede figuur, vrouwelijk, even naakt, in een slechte positie. Ik vrees dat haar toekomst beperkt is als we kijken naar andere elementen, zoals hier de schedel. Ik moest denken... Het werk heb ik voor het eerst hier gezien, ter plekke. Dus dat is een verrassing. Ik dacht, oh, Gulliver, Jonathan Swift. Onmiddellijk als fanproever, niet alleen van het werk van Sanam, maar ook van oude kunst, kan ik
Ja, ben altijd verplicht om verbanden te leggen met de geschiedenis. Maar tegelijkertijd, ik weet dat het voor Sanam absoluut niet van belang is dat een werk refereert naar de geschiedenis. Ze is bezig met haar eigen obsessies in haar studio. En ik denk hier, er is altijd een element van nattigheid geweest. Ik weet niet of het woord bestaat, maar in de atmosfeer, er zijn wolken. Overal voelt u zoals in de Everglades, zou ik kunnen zeggen. Ja, opeens in uw eigen lichaam beginnen uw poriën open te gaan. En ja, alle werken van Sanam zijn voor mij elementen die u in een bepaalde positie van ongemak brengen of van nieuwsgierigheid. U bent heel hard aangetrokken, misschien ik zelf als man ook nog meer dan een vrouw, weet ik niet. Maar ook tegelijkertijd, er is iets afstotelijk. Wie zou in een kader van zo'n prestigieus museum als hoofdstuk, als hoofdgerecht, een plassende vrouw laten zien? Mm-hmm. Ik weet niet hoe u zelf gereageerd hebt tot dat voorstel van... Ja, maar ze heeft het werk in feite, we kunnen het zo zeggen, gemaakt voor de tentoonstelling Lemon ja. Drizzle. Vandaar ook de naam Lemon Drizzle. Maar ik zie in deze figuur, een ijle figuur op het eerste zicht, een naakte figuur, bijna doorzichtig. Maar het is ook tegelijkertijd een vrouw met macht. Ze poneert zich in de maatschappij als geen ander. Er is ook niemand rond haar die haar bedreigt. Inderdaad. Zij staat centraal. Dus het is altijd dat ambiguë van macht, onmacht, vechten, overleven, strijden, vallen, opstaan. Dat zie je eigenlijk letterlijk bijna ook op dit schilderij. Dus het zijn zo'n verschillende verhalen die zij aanbiedt op één schilderij. Een luxuriante natuur, heel aantrekkelijk en voor een goed leven, maar tegelijkertijd is de dood overal aanwezig. Ja. Giftige paddenstoelen, een biet springkaan. Ja, dat is een enorm klein detail. Een enorm klein detail. Ja, het gaat altijd zo over afstand nemen en een algemene blik te hebben. Maar ook tegelijkertijd opeens alles moeten verlaten om dan te kunnen concentreren. We weten allemaal dat zo'n dier na het paren zal haar man opeten. Ja. Dus er zit altijd iets, de natuur is wreed. En dat is iets dat Sanam nooit vergeten is. Sanam heeft... Ik kijk graag naar Sanam zoals naar de douanier Rousseau in Frankrijk. Een laatbloeier. Iemand die niet bestemd was voor de kunst, die een hele parcours afgelegd heeft. Ze heeft heel veel met dieren gewerkt. Ze is naar Namibië vertrokken. Ik denk heel lang heeft ze op haar Facebook een foto gehad met cheetahs naast haar. Ik zou 10 kilometer ver van die cheetah blijven. Maar ze niet. Ze heeft gewerkt met roofvogels. En nu staat ze niet meer zozeer in de natuur, in contact met de natuur, maar in de ruimte van haar studio, omgeringd met tientallen objecten, tientallen elementen die haar verleden oproepen. En ze verwerkt het in scènes. Ja. Die we moeilijk kunnen plaatsen. Over die elementen, die objecten die haar omringen, daar zullen we het nog over hebben. Maar jullie hebben toch ook al laten vallen relatie met dat verleden. Je vermeldt daarnet laatbloeier. En dat vind ik wel heel mooi, die laatbloeier. Maar dan in een andere zin. Want misschien kunnen we eventjes naar zo'n typisch bloemstilleven kijken. En dan zitten we toch wel werkelijk met een enorme band met dus de oude kunst. Sibylla, hoe sta jij hier nu tegenover? Het is een hedendaagse kunstenaar. Normaal gezien zijn de kunstenaars allemaal overleden, of vele toch, die hier gepresenteerd worden. Dus een levende kunstenaar, maar die terug dat thema opraapt en daar nieuwe elementen aan toevoegt. Dat is juist het zo mooie aan de werken van Sanam. Zij inspireert zich op barokke stillevens, ik denk aan die 17e-eeuwse bloemenstillevens, waarvan we er ook enkele in het Groningen Museum hebben. Ze heeft ze ook gezien, ze heeft ze willen zien, die stillevens, hier in deze collectie. Ik weet niet of ze zich inspireert. Ik denk dat ze wel aanwezig zijn in haar visuele geheugen, maar in elk geval zijn het geen reacties op. Het is geen kopie, het is niet naschilderen, absoluut niet. Dat maar het niet. Zit wel in haar netvlies gebrand. Een soort van analogie, zou je kunnen zeggen. Ja, bijna. Gemeenschappelijke gevoelens die kunstenaars vroeger hebben gehad, die vandaag ook nog altijd blijven bestaan, maar die dus terug uiteindelijk in een bepaald genre tot uiting komen. Ja. Zou dat
Ja, ik denk dat het is iemand met immens veel kennis van wat er al gebeurd is. Het is iemand, en ik denk we moeten dat niet vergeten, verbeelding, gevoeligheid, het is geen gegeven. U moet het onderhouden, u moet het koesteren. En dat, Sanam is wel iemand die gaat kijken, die nieuwsgierig is, maar die genoeg afstand neemt om haar eigen versie, om een toevoeging aan die hele lange geschiedenis van de westerse kunst, maar ook misschien ook de oosterse kunst. Maar die voelt wel dat ze een enorme culturele bagage heeft en dat ze dat toch wel ergens ook op ons loslaat aan de hand van alle werken die we hier zien. Ik vind dat dat enorm goed tot uiting komt in het andere zeer grote schilderij, want dat is toch wel heel verrassend natuurlijk. Hè? Dus iemand die, als je die stillevens bekijkt, op zo werkelijk miniatuur wijze aan het werken is, maar ook in staat is om op zo'n groot formaat te werken. En bij dat formaat vind ik toch ook wel dat daar enorm veel reminiscenties zijn naar thema's van vroeger. Ja. En ook weer de titel. Ik ben zelf verrast door de titel. Ik zal jullie zelf laten voorgaan. We proberen de afstanden zo goed mogelijk te behouden. Omdat het een schilderij is, het verwijst dus ook naar geluid of de afwezigheid van geluid. Maar mocht je luisteren in dit schilderij, dan zitten er ongelooflijk veel geluiden in. Ja, ja. Dat vind ik bijzonder verrassend. Hè? Je deed mij ook verrassend goed denken aan het werk van Hans Memling, de Apocalypse, op het Johannes-triptiek. Daar zie je ook brandende gegevens, vechtende mensen. Het is eigenlijk, als ik een rondleiding geef bij dat werk, dan zeg ik dat is één lawaai-boei. En ergens zit dat ook in dit werk wel aanwezig, want ze vechten weer op leven en dood. En die kleine beestjes doen eigenlijk net hetzelfde. Mm-hmm. Dus je hebt weer dat dubbele in het werk. Ja. En tegelijkertijd, het is, zoals u zegt, voor mij het is bijna meer leven dan dood ook, omdat het seksuele karakter heel prominent aanwezig is. Absoluut. Maar opnieuw, het is hedendaags werk, in die zin dat het ook kan gelezen worden als een commentaar over een wereld die op de aarde die in gevaar is. Ja. Spijtig genoeg. Ja. En we moeten het beseffen. Dus het zijn geen ecologische statements. Mm-hmm. Maar de bewustzijn in Israël bestaan, ergens aanwezig. Zoals in het universeel leven. Ja. Mm-hmm. Ja. Simon, haal je er nog eens een detail uit? Want je hebt daar ook zo'n oog voor. Daarnet was het de bitspringkaart. Is er iets dat jou opvalt dat wij niet zouden zien, Simon? Ik weet het niet. Misschien kennis van de indringer, die toegang heeft tot de studio. Ik weet dat Sanam is iemand die dag en nacht aan het werken is. Het zijn grote formaten waarvan... Ik heb Sanam gekend als een naïeve schilder 7 jaar geleden. Ze heeft alles zelf geleerd. Dus hoe meer dat ik haar zie werken, hoe virtuozer dat ze aan het worden is. Als jullie kijken hier naar die bladen, die hebben een specifieke rood die doet denken aan sommige Aziatische objecten die ze in haar huis heeft. Dus het zit vol verwijzingen naar elementen in haar dagelijkse omgeving. Ja. Eigenlijk, ze zit in een comfortabele nest, zou je zeggen, of ze omringt zich met objecten die zorgen voor haar voor stimulans. En ze verwerkt al de prikkels in de grote schilderijen voor de toeschouwer. Eigenlijk is het een vorm van generositeit, van iets teruggeven van de kansen die ze heeft om in contact te zijn met die rijkdom. Ja. Nu, ze is in feite autodidact. Ze heeft bijzonder hard gewerkt aan, dus om dat allemaal te verfijnen. Sibylla, hoe kijk jij nu als specialist van oude kunst naar de manier waarop dat dit geschilderd is? Toen ik dit werk voor het eerste keer zag, dacht ik aan het werk van de 16e-eeuwse schilder Jan van Skorrel. Hij heeft ook van die panoramische landschappen gemaakt, ook met van die ranke, frele vrouwenfiguren die zich neervlijden in het landschap, die zich eigenlijk laten baden in kleur en licht. Ik voel dat ook bij Sanam, het werk van Sanam. En diezelfde fijnheid in diezelfde dat schilderen, fijnheid ook, gevoel voor detail. Het opbouwen van het perspectief. Zij benut ook, volgens mij, dat is mijn idee, let op, het landschap om het perspectief op te bouwen. Dus je ziet die verschillende structuren eigenlijk in het landschap die diepte geven, die dynamiek creëren in het geheel. Maar en ook alles flowen... wat niet klopt. Ja, maar dat maakt niet uit. Dat maakt totaal niet uit. Dat maakt het wel authentiek. Maar het heeft een echtheidsgevoel zonder dat je erover nadenkt. Inderdaad. Waarachtig overtuigend, pictuaal gezien. Voilà.
en uiteindelijk een verhaal dat uiteindelijk ook weer om fascineert. Ja. En we hadden het al een paar keer over Sanam, de voorwerpen die ze in haar huis heeft, die ze verzamelt. Mm-hmm. Maar er is hier ook een bijzonder mooie, ik durf bijna het woord etalagekast niet te gebruiken, het lijkt bijna denigreren te zijn voor dit meubelstuk. Maar hier bevinden zich stukken in vanuit de vaste collectie Sibylla, maar dus ook stukken uit die eigen verzameling van Sanam. Mm-hmm. En ja, dan moeten jullie beiden ook nog eventjes iets over vertellen. Hè? Want hier merk je dat vanuit dus 2D er eigenlijk ook een 3D-element aanwezig is dat tastbaar is, mm-hmm. dat behoort tot de geschiedenis en dat uiteindelijk ook van invloed is op haar kijk op dus de realiteit, denk ik dan. Mm-hmm. Sibylla, haal jij er eens een stuk uit waarvan je zegt, dit is toch wel zeer belangrijk? Eerst en vooral, ze heeft zelf ook deze vitrine gekozen uit de collectie van Musea Brugge. Het is eigenlijk een collectiestuk, want het is een vitrine uit 1869, waarin oorspronkelijk het mooie Ursula-schrijn stond van Hans Memling. Voilà. Vooraleer het in het moderne, up-to-date vitrine kwam. Een sacrale omgeving. Een zeer sacrale omgeving, ja. Voor profane objecten. Ja, ja, inderdaad. Meestal. Ja, meestal. Dus ze heeft zelf dingen uit haar eigen persoonlijke collectie aangebracht om in deze vitrine te plaatsen. Ze heeft ook stukken uit de collectie van Musea Brugge gekozen. Zoals? Wat komt er uit het museum? Van het museum is die grote bokaal. Ja. Zijn ook die aardewerken potjes op de achtergrond. Dat zijn 19e-eeuwse, 17e-eeuwse en 16e-eeuwse stukken. Deze twee theekannetjes heeft zij ook uit de collectie gekozen. Het zijn waardevolle stukken, Yixing, potterie. Theepotjes, die stukken zullen ook nadien in een etentoonstelling worden gebracht met meer uitleg over de historiek van de stukken zelf. Dus dat is ook het mooie aan die tentoonstelling. Wij breiden het uit zonder dat je het ziet op het eerste moment. De tentoonstelling wordt een stukje etentoonstelling. Het wordt ook een QR-tentoonstelling, waardoor de mensen met een audioguide zelf kunnen inhaken op de tentoonstelling. Dus het is veel uitgebreider dan hetgeen dat je ziet in de tentoonstelling zelf. Mooi. Dus extramuros, pena. Oké. Okay. Ja. Simon, maar daarstraks had jij ook al iets laten vallen over de erotiek in dat werk. Mm-hmm. En natuurlijk, ja, bij dit schilderij is dat al zeer duidelijk, maar er zijn hier ook objecten die daarnaar verwijzen. En zitten daar dan nog speciale betekenis? Ik denk zitten er nog lagen bij? Een ongelooflijke keuze van Sanam is die kleine aardewerk met de restanten van een etiket. Mm-hmm. Ik ben Fransman, ik kan het dus, het is wel in het Frans geschreven. En in hoofdletters, la petite vertu, van lichte zijde. Mm-hmm. Dus niet toevallig heeft Sanam dat recipiënt gekozen. Mm-hmm. Het gaat altijd over een vorm van, hoe zegt u dat in het Nederlands, consentement of aanvoelen. Als u bereid bent om iets te doen, ja, mm-hmm. als je gewoon bereid bent om jezelf te geven aan iets. Mm-hmm. En dat is wat ook gebeurt hier met die kleine netzoek, dus Japanse objecten in ivoor of in steen, andere. Ja, het komt van alle continenten. Eigenlijk, de nieuwsgierigheid van Sanam kent geen grenzen. Mm. Ze kan evengoed een object in plastic verzamelen, zoals die hier, die rode plastieke vatten, die precies iets giftig inhouden. Maar ook elementen, of plastic, maar ook aardewerk. We weten niet of zijn het echt authentieke objecten zijn of niet. Mm. En ik denk, het maakt niet uit. Het triggert de verbeelding en het herinnert voor iedereen iets. En eerst het vooral de dood en het overleven, het doorgeven van het leven. Mm-hmm. Focust op die netzoek met die man. En trouwens, ik kan het niet zo goed zien, die de achterkant van iemand anders aan het likken is. Dus het zijn, of zie ik het goed of niet, zoals de valse ogen het hier aanwezig zijn. Eigenlijk, op de weg naar hier moest ik denken aan Paul Delvaux, die een fascinatie had voor de treinen, die zijn eigen collectie had en die verwerkte zijn obsessies in zijn doeken.
Het is wat er hier gebeurt, maar natuurlijk, we zijn in 2021 en een hedendaagse kunstenaar moet een ruimte vullen, ook met driedimensioneel werk, zoals je het zei, Stef. En dus gaat Sanam ook vaak voor composities, assemblages, het creëren van nieuwe betekenis door de links die ontstaan tussen de objecten. Ja, ik vind het bijna een stilleven worden in drie dimensies. Ja, inderdaad. Dat waarschijnlijk het meest verbindende gegeven is. Dat is het thema van het stilleven, leven en dood. Mm-hmm. Maar uiteindelijk ook het opnieuw leven geven. Mm-hmm. Nog heel praktisch, Sibylla, kan jij ons vertellen tot hoe lang de tentoonstelling nog loopt? Je sprak al over QR-codes. Welke praktische informatie? Wel, de tentoonstelling loopt nog tot 3 oktober. Dus we hebben nog even tijd om het te komen bewonderen en om ons te verwonderen over het geheel. De QR-code, ja, die kun je via de audioguide consulteren en dan kom je meer gegevens over de tentoonstelling nog te weten. Dat maakt het eigenlijk allemaal nog zoveel interessanter. En we kunnen ons blijven verdiepen in de wereld van Sanam, 3 maanden, 5 maanden lang. Ja. Sibylla Hoekebeur, hartelijk dank. Simon de Lebel, hartelijk dank. En Sanam Khatibi, want ze is hier ook in de zaal en kijkt toe. Fantastisch. Stef, bedankt. Dank je wel. Thank you.